heb veel meegemaakt als kind af, maar ik toch vandaag nog hier, dankzij God. Hoe oud ben je? 61. Zo. En ik heb veel meegemaakt. In mijn tijd werden gehandicapten, niet nooit allemaal, maar de meeste gevallen werden niet geteld. Nee. En wat je misschien wist, was toen ook die tijd geen school voor gehandicapten. Voor Gurgis en voor Johnny White dochter, hadden beneden een school geopend. Voor gehandicapten. Ja. Maar het mooiste was vandaar dat ik vandaag zo mondig ben. Ik ben nooit op school gegaan voor gehandicapten. Toen ik op toen die Mathiel school geopend werd, was ik al 10 jaar van gewone school. De Mathiel school, nou in de Mathiel school, de school voor gehandicapten, is begonnen hier aan de College van Hoofdstraat, beneden met mevrouw Gurgis. En dat al bij een stuk of 20 kinderen die zwaar gehandicapt waren. Heeft zij met haar man, Johnny White, en nog op andere mensen gehandicapten geleerd. Maar ik was toch al heel verder op de EWC-school. Dus ik ken eigenlijk, ik ben gewoon in de sleur meegegaan van geen gehandicapten. Okay. En ik was ondeugend. Maar ik bedoel, het is me ook overkomen toen de Mathielschool gebouwd werd. Zij begonnen, nou ga je misschien wel weten, misschien ietsje ouder. Het is begonnen, behalve Johnny White, en de Tonlaan. Achter het oud militaire hospitaal. Heb je het gewoon militair hospitaal? Ja. Maar daarachter is de eerste Mathielschool begonnen, op het Evenaar. En ik wil zo, ik moest daar toen gaan bij me. Toeziende voogd, Frits Hunsel, voor oefening. En ik ging daar beneden bij hem, ik heb hem niet thuis gedaan, en toen zei hij beneden, je moet elke dag oefenen. Ik zei, onfit, ik kan niet. Dus ik kom voor een jaartje bij me op school. Een jaartje op de school gegaan, en toen ben ik me eindelijk gaan realiseren, wat is gehandicapt. En 4 van de kinderen ben ik geteld. Begrepen? En toen ging ik oefenen, en ja, Ik kan niet veel, wat ik zeg. Ik kan niet veel zeggen. Ik ben gewoon. Maar konden al die kinderen wel gewoon praten met elkaar? Of konden sommigen niet praten? Nee, allemaal. Die niet konden praten waar ik voelde. Kennisscholen. Het scholen bijvoorbeeld, ga ik zeggen. De deelschool, waar de kinderen de beperking. En ik heb kinderen. De kennisschool, waar de kinderen. Die konden wel praten. En dan had je. Huis en Betteljada? Dat is heel later gekomen. Oké. En daar. Ik zou niet weten, maar dat een goede kennis, is er nog niet meer. Hij is daar geweest bij de jaren. Hij is gezond. Ik heb gehoord, dat is. Ja. Er zijn mensen daar, ook zijn opa. Je hebt geen contact, je kan, ja. Je weet het niet. Nee. Dan zeg ik toch. En ik ook zeg, ik ben dus veel eenvoudiger. Ja, ik ben wel een keer bij Huis en Betteljada geweest. Zwaar. En ik heb wel respect voor die mensen die daar werken hoor. Want het is best zwaar hoor. Het is zwaar. Ja. En moet ook je moet geduld hebben en ook. En sterk zijn hoor. Ja. Want als ik zeg dat een man, ik zeg dat nooit meer. En toen vroeg ik hem. Ik zeg, al mijn jaren geleden, een dame daar een kind alleen de ogen. Ja. Niet sterk. Nee. Maar kijk, iedereen is zo geboren hè. Met je moet de ene accepteert het niet, de ouder accepteert het niet, die start het kind af, weet je wel. Sommige mensen kunnen dat niet aan. Ja. Iedereen maakt iets en mee, hè, in zijn leven. Is er iets wat meemaken, ook iets, maar ik moet één ding voor overhouden. Ik ben geen engel. Een bengel. Maar, ik wil er wel over, hoor. Maar elk heusje is een kleur. Jawel. Ik heb vaak, hoor, ik heb het vaak afgelezen, ja. Me slaan bij ouders, maar aftakelen. Soms. Ik leef om mijn handicap, maar niet door mij, de mens. Ja. Maar de mens. Mm-hmm. Ik verleerde ook iets, hè. Ik keek om me heen. Ik zei niet, ik te kletsen. Echt een klets. Als ik om me heen keek, ben ik een beproeving. Klopt. Proef me. Ja, klopt. Maar als ik om me heen keek, was mijn mijn bek dicht. Maar ik heb dingen meegemaakt. Ik ben veel beter. Ik heb een. Er zijn soms mensen die nog iets nog erger dan jij zelf hebt. Ja. Ja. Ik heb een heer ook. Nou, is in Holland, het werkt klopt hoor. Ja. Hij is geboren, 1 kant been, 1 kant hand.
Ja. Maar het is ook een beproeving. Aan Keizer, ik vond hem liever, want ik vond het geweldig. Wat ik geweldig vond, weet je, kinderen, hè? Ja. Hij sprong. Ik had het raam en ik zei, raam, jump, jump. En als je kind af, als je hebt een handicap, en ook komt op de springen bezig, weet je meer. Ik zei, hij jump, hij sprong. En wat is vandaag? Ramon is een ingenieur, heeft een auto, heeft aan één keer een linkerhand gekregen en aan de been. Nou, ik ga eerst zeggen hoor, ik heb ook een medezeter, ik heb ook een neef. Hij is toch in haar, een prachtige vent. Mijn type, hij is geboren doofstom. Tony ging op de kennisschool, alleen maar voor kinderen die konden horen, die konden praten. Dat is 10 jaar oud. Maar, wat moet hem lachen? Doofstommen, als ze vechten, gaan in de buurt hoor, want die koffie te verkopen. En je moet niet lachen. En je moet één hebben, Tony was een mooie Tony nou, 2 jaar oud. Hij kon niet lezen. Elke handicap is een gaaf. Klopt. Ik kon Tony praten, kon je niet lezen. En Tony, ik en Tony waren vaak samen. Dat is ook geweldig hoor. Ik op English school en Tony op kennis school. En vroeger had ik die vorm. En de kinderen die konden horen en praten, apparaatje. En Tony had apparaat. Tony was niet dragen. Alle apparaten die ik kon horen, ben ik weg. Mijn tante gezegd, het winnen, gisteren met Tony naar Holland. Tony is graag naar Holland. Hij is zo gierig aan de pest. Hij is schatrijk geworden. Hij is daar, hij bekleedt boten en zo. Maar zolang Tony zijn schoen geen gat heeft, koopt hij geen ander. Aan zijn broekje daar koopt hij geen ander. Hij is vergesproken. Maar ik zeg, je moet gewoon de mens studeren. Maar als een persoon komt, en dat ik wat ik ook geleerd, je moet nooit komen medelijden. De persoon medelijden, daar ga je de persoon breken. Hij zei, ik en Tony, en ook veel meerdere, zijn ze meegegaan. Kijk, je hebt nog een vriendin, ze is bekend in de weg hier, ze is overleden. Ze zei, Asja, je kent? Die kaart is verkocht hoor. Okay. Overleden. Asja, ik ben dom geweest hoor. Asja, 3 kinderen. Waarvan het oudste zijn, 20 zoveel, dit is wat mijn Joannische. En toen zei ze iemand in deze, ze woonde en toen was ergens. Er is één ding wat ik wel wil zeggen aan de eerste namen, om niet veel aangepast voor gehandicapten en ouderen. Ja. Als je het niet zo, als je met een 3 wagen, of maar 1 maand, als geen beperking. En 2 beperking. En zei het iemand niet zo, ik heb kinderen, ik wil niet dat die kinderen van mij afhangen. Als ze moest thuis gaan, moeten kinderen wachten, ga je met een boek. Weet je? En het is vergeschot, een jaar geleden, wat hij vertelde in de meter, is er verhuurd. Ik heb het eeuwig verhuurd, maar dat moet echt nog maken. Voor gehandicapten en ouders, ook oudjes, mijn moeder gezien. En ik ook erg vind, nou ik ben nooit echt op straat, maar vroeger ook. Ik was een keer postkantoor, hè, moest oversteken en toen kwam er 2 agenten aan. Maar geen meneer, als oversteken, zijn woorden waren, mevrouw, een zeepad, niet geworpen. Dus ik bedoel, iets meer. Nou zeggen we, ik heb meegemaakt dat kinderen en de mensen, ook weer eerder te ervaren, zijn erg veel met gehandicapten bezig. Ja. Nu erg het was, op school, in een gewone school, jaar 2, aan de Daarnaas ambassade. Ik had op school daar en juffrouw met het gezicht dicht. En waarom? Ze is zwanger. Ze kon niet zien dat ik er ook zou komen. En dat mijn veel gevoel was. Terwijl nu, ik heb ook een geval hè, van 2, van een dame, een vriendin van me. Ze is geboren doofstom. Kan helemaal niet praten. En de man kan ook niet praten. Dus twee bij elkaar. Ja. Maar Sintje hebben drie kinderen. En ze hebben het met wat gek hier zo. Die kinderen praten als parkieten. Ik denk dat als ze is. Hmm.
30 jaar zo. Ze par als parkieten. Ik was zo één wens, mag je zeggen wie zijn, de wens. Ik heb dat niet gedaan hoor, in deze. Ik ga beven. Kijk, een kindje, zeg mama. Ik zeg, een kind die tijd. Ik zeg ja, want er werden twee wensen, hè. Een kindje moet hebben en bereid is. Ik heb geen kindje gemaakt, ik heb geen bereid afgelegd. Maar mijn lijn is, ik ga wachten. Ik heb een heel goede kinder, een vriend van me. Vroeger had je dat nog steeds. Als je was liters, brein is, en bij de aircraft kom je, dan ga je daar, is een pakje, dan ga je afleggen. En zo eigenlijk doen, maar ik heb het niet meer gedaan. Ik weet het was. En dat is wel echt de laatste weg geweest. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. Ik kan je zeggen, ik ben echt een programma voor zorgen. Over de mensen van ouder jong met de gein. Het is enorm veranderd. Oké, okay, Denise, ik wil je een vraag stellen. Nu je bent nu 61, je hebt veel meegemaakt. En nu, voel je je wel gelukkig nu, hoe je nu leeft? Ga je wel... Ja, gelukkig. Hoe je je leven leidt nu, ben je gelukkig? Of zijn er dingen die je mist of zou willen doen? Nou, die mis mag je zeggen. Oké, okay, ja. Ja, ik mis veel, maar het is echt, elk mens... Je past je aan. Ja. Maar de mens maakt het zo. Ja, ja. Weet je, ik heb altijd gezegd, ik heb gezworen, en om mijn handicap, dat ga ik graag. Maar ik krijg nog niet door mij, de mensen. Dat betekent, dat je ergens bent, en je vraagt iets, geen leuk antwoord. Nee, dat, onbeleefd. Ja. Geen respect. Ik kan zeggen hoe, maar ik heb altijd gezegd, ik ga nooit komen in mijn handicap opstand. Maar de mensen maken zo. Maar ik bedoel, je vraagt iets, weet. Ik wil naar buiten gaan, kan je me rijden? Dan ga je horen. Ik kan zelf eens. Zeg tegen me, probeer het. Als ik kan, dan ga ik je helpen. Maar ik kan zelf even weg. Ja. Dan zijn nou, dan kom je onbewust opstand. Ja, ik herinner me, je had me een keertje iets verteld, je was bij de dokter geloof ik, en je bent in de wachtkamer en toen vroeg je aan de balie, mevrouw, van mag ik een beetje water? En toen zegt ze, waar ga ik het vinden? Ja. Ik denk, wat een onbeleefde antwoord. Bijvoorbeeld, dan word je ook heel erg vinden, dat is niet zo erg. Ja. Maar je gewoon de persoon, je weet het hier zo hè, elke persoon, met tuig moet regelen. Je kan zelf eens. Ja. Zeg tegen me. Probeer. Ja. En als het niet lukt, dan gaat het bij. En vroeger kon ik meer. Ik heb gezongen. Ik begon het al fijn. Ik heb voor het laatst gezongen, ik heb zo. Wauw, dat is lang geleden. Ik heb gezongen. Dat is in de jaren 70. Ja, dat is het. Oh. En het is zo geweest, het was mijn handicap, op beperking, wat nog een beperking, is surfen in Valida. Weet je wel, los toen. En ik ben weggegaan. Ik ben geen intelligentie hoor, maar ik heb Kosovo gewonnen, plakaten gewonnen. Ik ben nog laatst naar Dolfijn gegaan en die plakaten, die waren moest vragen, want ze allemaal, je vindt het voor jou, maar voor jou, voor je land. Ik heb Kosovo gezwommen als een vis, maar ja, ik lig op een olifant. Ik heb al 90 kilo gewogen en ik ben weggegaan, was toen 18, 18, toen net. En toen kwam mijn oor ook al aan, nou heb ik alleen mijn oren, maar ik heb het ook erg van, ik ben nog zo hoor, ik ben begonnen te zwemmen 5 jaar op Dolfijn en ik kon lopen. Ik ben zo, mijn moeder keek begon te huilen, heb ik toegevraagd om hulsen, zeg ja zo, maar ik heb echt veel, ja, ik is veel veranderd. En ook nog zie ik ook de Asiana, de kinderen met de oogjes, ik heb eerst ook gezien, die zo gelopen zijn, ja. Het was een leuke dag. Kinderen pakken, heb ik ook voor het opvoegen hè. Als je, ik wil hand geven, nee, mevrouw aanraken. Het is nou, ik wil, het is mijn laatste wens, op programma maken. Het is enorm veranderd. Dankjewel.